S10 wordt op Schiphol opgewacht door heel veel journalisten en camera's. Vandaag vertrekt de zangeres naar Italië voor het Songfestival. Ik denk dat ik het meeste uitkijk naar het echte het optreden. Dus echt de show doen in het hele... Ik wil gewoon heel graag weten hoe het is voor mij om in zo'n grote show te staan. Ook alle andere artiesten, hoe het uiteindelijk er allemaal uit gaat zien. Tijdens die grote show over anderhalve week, de eerste halve finale, gaat S10 dit nummer, De Diepte, zingen. S10 heet eigenlijk S10 den Hollander. De zangeres en rapper is 21 jaar oud en komt uit Abbekerk. Ze zingt in het Nederlands en dat doet ze ook over serieuze onderwerpen, zoals psychische problemen. Daar heeft ze ervaring mee, want zo heeft ze zelf ook een depressie gehad. Ook het Songfestivalliedje is dus in het Nederlands. De laatste keer dat een artiest meedeed met een Nederlandstalig liedje was in 2010. Met Sieneke en het liedje Ik ben verliefd. Toen haalde Nederland de finale niet. Eerder zei S10 in het Jeugdjournaal dat het niet gaat om de taal. Het belangrijkste van dit liedje is dat je het voelt. En dat is gewoon heel belangrijk. Ik denk dat je daar niet per se Nederlands voor hoeft te spreken. Het nummer De Diepte is in Nederland al erg populair. Toch lijkt het erop dat de Songfestivalwinnaar van dit jaar al een beetje gekozen is. Oekraïne. Het nummer wordt door veel mensen gebruikt op TikTok om te laten zien dat ze tegen de oorlog zijn. Ik denk dat als ze zouden winnen dat ik dat ze heel erg zou gunnen, omdat ze graag op de kaart willen zetten wat daar aan de hand is in Oekraïne. Dus ja, ik zou dat wel begrijpen. S10 treedt op 10 mei op en ze heeft dus nog even de tijd om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Morgen is de eerste repetitie, dus ik ga vanavond in mijn hotelkamer het nog een aantal keer doorzingen en goed naar mijn performance kijken en dan morgen de eerste repetitie en ik kan daar echt niet op wachten.